The Secret. Prachtig verhaal, ging over intentie en dingen vragen aan het universum. Als we het hebben over zingeving, wat maakt dat jouw leven zinvol is? Dan moet je iets extra's voor doen en dat hebben ze je daar niet verteld. Ik ga het je vertellen en dan weet je hoe je daadwerkelijk kunt bereiken datgene waar jij voor leeft. Hallo, mijn naam is Duco Kanij en ik ga het met jullie hebben over de 6 verschillende velden van ons bestaan. De vorige keer heb ik het gehad over het veld het lichaam in relatie tot ons sociaal welbevinden, sociale zijn. Het was een leuk, superleuke video, heb ik naar mijn zin gehad. Ik hoop jullie ook als jullie het gezien hebben. Het was heel interessant. Maar vandaag ga ik het over een ander veld hebben. De velden die er zijn, is het lichaam, mentaal welbevinden, zingeving, heel belangrijk, kwaliteit van leven, nou ja, sociaal, hè, sociaal aspect, en dagelijks functioneren. Dat zijn de 6. En we hebben lichaam en sociaal aspect hebben gehad, hè, sociaal functioneren. Maar nu gaan we het hebben ook over zingeving. Waarom ben je daar? Wat doe je hier? Ik bedoel, is het leuk, is het niet leuk, waar ligt je passie? En wat is jouw rol in het hele universum en het hele bestaan? Waarom doe je de dingen die je doet? Wat wil jij daar nou in? Wat vind jij wat voor jou zingeving is? Wat geeft zin aan jouw bestaan? Een lastige. Nou, ooit is er een film geweest, dat was The Secret. En daarin zei ze, luister, je opent jezelf naar het universum en dan kun je gewoon vragen wat je wil en dan komt dat. Uiteraard ging iedereen dat relateren aan rijkdom en hoe word ik rijk. En ik denk dat veel mensen erachter gekomen zijn dat dat dus niet werkt. Want als ik hier ga zitten en ik denk, nou, ik wil, weet ik wat, een nieuwe auto. Ik denk niet dat als ik daar naar buiten loop, er daadwerkelijk ook een nieuwe auto voor mij staat. Als het wel gebeurt, laat ik het je weten. Hoe werkt dat nou echt? Zingeving. Een reden waarom de secret niet werkt, als in hè, je opent je en dan komt het, is omdat ze een deel hebben weggelaten te vertellen. Misschien weet ze het wel, ik weet het niet. Ik heb meneer Procter nog ontmoet in Stuttgart in Duitsland. Ik ging wat zakelijks met hem bespreken. En ik denk niet dat hij het weet. Maar dat is slechts een aanname van mij. Ik kan daar helemaal naast zitten. Wat ik wel weet, is dat het heel vaak niet wordt verteld. Niemand vertelt het echte geheim. Ik ga je het geheim vertellen van de secret. Daar komt hij dan. Hoe ga jij vinden wat jouw purpose is in life? Waarom jij er bent? Wat de zin is van jouw bestaan? En als je hem weet, hoe ga je hem dan realiseren? Heel veel mensen doen bijvoorbeeld bij Michael Pilacek bijvoorbeeld een programma, Roadmap to Success. Super programma, werkt enorm. Alleen ik krijg ook mensen die zeggen, ja, maar ik kan die laatste stap niet maken. En dat is om de volgende reden. In het leven heb je de materie aan de ene kant en de non-materie aan de andere kant, de niet-materie. De niet-materie zijn zaken als emoties. Boosheid, verdriet, teleurstelling, die zijn er, die bestaan, dat weten we allemaal, maar ze zijn niet tastbaar. Ze zijn niet in stoffelijke vorm bestaand. Intentie is daar een hele belangrijke in. Je kunt een intentie hebben tot iets, maar ja, het is niet stoffelijk. Je kan het niet pakken. Ik kan jou niet zeggen, dit is mijn intentie, die heb ik hier vast. Ik kan het je wel vertellen, maar het is nog steeds niet stoffelijk. De materiële wereld daarentegen, daar is alles stoffelijk. Bijvoorbeeld mijn horloge, overhemd, jasje, allemaal materie, bestaat. Ik kan tegen je zeggen, dit is mijn jasje, de mouw van mijn jas. Dat bestaat. The secret gaat over de non-materie, gaat over de intentie. Je hebt de intentie rijk te worden. Je hebt de intentie beroemd te zijn. Je hebt de intentie whatever. Wat ze hebben weggelaten is het volgende. Hoe representeert de non-materiële intentie zich in de materie? Intentie. Bijvoorbeeld vrijheid. Ik wil vrij zijn. Gelukkig zijn in vrijheid. Ik wil vrij zijn. Wat is de materiële representatie voor jou van die vrijheid? Voorbeeld? Geld. Ik denk, ja, een afgezaagd ding. Maar hey, voor duidelijkheid. Het werkt best wel een beetje zo. Kan ik je verzekeren.
geld maakt, dat je enorm veel vrijheden krijgt. Bijvoorbeeld, je hebt geen baas die zegt, jij werkt overmorgen, want vent, dat doe ik niet. En weet je wat, ik heb het niet nodig, dat doe ik niet. En als het wel moet, ben ik weg. Vrijheid. Ander dingetje, als jij dat huis voor je dromen wil, toch? Ga je niet krijgen, hè? Die auto, ga je niet krijgen, hè? Dan kan je wel zeggen, ik vraag het aan het universum, maar dan komt die niet. Daar moet je iets voor hebben in de materie. Geld maakt dat mogelijk. Hoe werkt dat dan? Intentie is niets anders dan dat je altijd daar naartoe wil. Intentie is eigenlijk de kleinst mogelijke beweging. En omdat de natuurwet zegt, de kleine dingen dirigeren de grote, de details maken het verschil, en de binnenkant dirigeert de buitenkant, daar zullen we het ook nog eens over hebben, zul je zien dat als je een heel kleine beweging maakt, intentie, dat is de kleinst mogelijke beweging ever, intentie, dan gaat dat een enorme impact op jou hebben. Dus als je iedere dag, 24 uur per etmaal, de intentie hebt om vrij te zijn, en vervolgens snapt, want dit is nog maar de secret, hè, maar dan komt hij, snapt dat jij een andere stap moet maken, dat je die materiële representatie van jouw intentie ook met beide handen vast moet pakken en ook daarin keihard werkt om dat ook te verwezenlijken, dus veel geld te verdienen, dan eindig je uiteindelijk met datgene wat jouw intentie was. Je bent vrij. Daarmee vind je een stuk zingeving, purpose. Want je zegt, dat was mijn zingeving. Ik wilde dat zijn, vrij. Daar deed ik het allemaal voor. Kan ook zijn dat je erachter komt dat het niet voor jou is. Dat gebeurt, hè? Mensen zijn, ik wil vrij zijn en verdienen ze heel veel geld bijvoorbeeld. In dit voorbeeld even. Zijn vrij en denken, ja, dat is toch niet alles wat ik had gehoopt. Geef helemaal niets. Ga je kijken, wat wil je dan nog meer? Welke andere intentie heb jij nog meer? Wat heb je altijd willen doen? Bijvoorbeeld, als je meer liefde wil, wat ga je dan doen? Dan ga je materieel maken de uitingsvorm van die liefde. Doordat jij fysiek en in gedrag, woord en gebaar laat zien aan die mensen waarvan jij die liefde wil en waar je die liefde aan wil geven, dat je van ze houdt. Je staat altijd voor ze klaar, in liefde. Je hebt begrip, compassie, mededogen. En je laat ze fysiek ook voelen dat je van ze houdt en bij ze wil zijn. Iedere dag, altijd. Dan ga jij geliefd zijn. Dan gaat liefde stromen naar jou en van jou naar de mensen naar wie jij dat wil laten stromen. Daar maak je van de purpose, de zingeving, liefde, maak jij dat het ook daadwerkelijk dankzij jouw continue intentie om liefde te ervaren en te kunnen geven en te beleven en te mogen hebben en houden, maak jij een realiteit. En vul je jouw purpose in. Misschien moet je ze allebei hebben, vrijheid en liefde. Ik heb die absoluut, maar ik wens jullie daarin heel veel succes. Want nu weet je hoe het werkt, hè? Dat is het grote geheim. Je maakt de intentie, de purpose, de passie, materieel en voert die uit. Ja, dat is hard werken, maar dat geeft niet, want het is het absoluut waard. Want je weet het, hè, de liefde is zo verschrikkelijk mooi, dat het alles waard is. Klonk een beetje zweverig, maakt niet uit. Ik ga de volgende keer vertellen over een ander veld. Ik weet nog niet welke, moet ik even bedenken, maar er zijn er dus nog een paar over. Dat is mentaal welbevinden, dat is kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Ik hoop dat jullie kijken en dan zie ik jullie de volgende keer.